Dat heb ik al eens eerder uitgelegd, dat als we zo doorgaan en je rekent niet op de wat middellange termijn, maar op de lange termijn, dan zeg je, maak er 200 jaar van. En alles blijft zoals het is, dan kun je wel eens een sprake spreken van omvolking. Ja, wij krijgen geen. Mag ik het nog eens aanpunten? Wij krijgen geen kinderen. Dan moet je ook niet zeuren natuurlijk. Als tenslotte natuurlijk de economie wel moet draaien. En wie gaan dat dan doen? Dat gaan immigranten doen. We hebben een zeer gespannen arbeidsmarkt. Die is er nog steeds. Daar kunnen zij op zichzelf helemaal niets aan doen. We hebben al een miljoen arbeidsimmigranten in Nederland. Die gaan heus niet weg. Ja, dat lezen ook van die idealistische verhalen over dat, ja, dat zijn industrieën die eigenlijk weinig bijdragen aan de Nederlandse economie. Die zouden beter kunnen vertrekken. Nou, ik vraag, hoe gaan die vertrekken? Mag ik dat eens weten? Want dan hebben we dus de hoofdlijnen. Dat was ook het probleem met dat rapport van Zwol. Hartstikke leuk, het viel nog 100% mee wat daar medegedeeld werd. Maar nogmaals, hoe gaan we dat precies doen? Dat was het rapport over de staatsdemografie, ja. Voor de duidelijkheid. Ja, wat ook bij ze niet schijnen te ons te realiseren, is dat we de arbeidsmigratie in hoge mate bevorderd hebben door ons arbeidsmarktbeleid. Hele flexibele arbeidsmarkt, dat wouden we toch graag? Er was het ook weer maar heel simpele ontslagvergunningen, kun je zo krijgen. Ja, dus eerst hebben we het zelf veroorzaakt, de VVD in het bijzonder. En ja, nu zitten we met de gebakken peren. Het probleem is vrij simpel. De meeste immigranten zijn helemaal geen immigranten, zijn burgers uit de Europese Unie. Of uit de EFTA dan. Ik weet niet hoe die verhoudingen onderling in elkaar zitten. Maar daar moeten we niet over piepen. Maar eigenlijk, als je ook luistert naar deze regering en de oorzaken van die rare regering die we nu hebben, is dat wij ook die immigranten die helemaal geen immigranten zijn, maar die in feite een onderdeel zijn van een Europese arbeidsmarkt, worden door veel mensen als immigranten, als hinderlijke immigranten gezien. Ja, en dan begin je natuurlijk, dan is de neiging om te zeggen, nou, dan moeten we dat allemaal maar, want dat was het hele idee, dat ook de mensen uit andere landen, dat die niet 1, 2, 3 hier zouden kunnen gaan werken. En dan, daarmee loop je aan tegen de kern van wat de Europese Unie is. Dan zeg je met zoveel woorden, we willen alleen de fijne dingen en niet de vervelende dingen. Sterker nog, dan ik weet niet precies hoe zij zich dat dan voorstellen, deze mensen. Waar halen we dan arbeidskrachten vandaan? We hebben al veel te weinig arbeidskrachten in Nederland. Op vrijwel elk denkbaar terrein. En dan gaan we dus ook nog afremmen. Krijgen we geen kinderen? Laten we zeggen, dat is een soort van structureel raamwerk. Niet waar? En dan willen we ook nog geen immigranten. En dat is dan meestal toegespitst op die asielzoekers. Maar in feite willen we ook niet, ook geen arbeidsimmigranten eigenlijk. Dat willen we eigenlijk ook niet. En even voor de duidelijkheid, het zijn allemaal feiten gebaseerd op rapporten waar dit uit blijkt. Hè? Dus ja, ik verzin dit niet ter plekke. Het zou het leuk zijn als ik het kon verzinnen ter plekke, maar zo is het niet. Dus we hebben een gigantisch probleem. En de zogenaamde oplossingen maken het probleem niet, laat het probleem niet verdwijnen. Sterker nog, die maken het probleem erger. Ja. Dat is fantastisch natuurlijk. We zullen ons moeten schikken in het feit dat de Nederlandse economie, die uitstekend draait en dat al betrekkelijk lange tijd doet, ook comparatief in Europa, maar dat die economie wel een deel is van een Europese economie. En dan moet je een beetje ophouden tenslotte met dat gezeur dat je geen Poolse mensen wil hebben om werk te doen. Dus jij vindt ook in het politieke debat, De straat is hier 3 keer open geweest voor weet ik wat voor werkzaamheden. Dat zijn allemaal buitenlanders. Ja, de bezorgers heb je ook al verteld. De betegeling van mijn nieuwe badkamer was een Litouwer. Ja, niks mis mee toch? Helemaal niks mis mee. Schat van een jongen trouwens. Ja. Aardige jongen. Maar wat je dus mist is in het politieke debat, dat dit eerlijke verhaal met beide kanten wordt verteld op een goede manier. Dan wordt dus selectief geshopt eigenlijk in dit soort cijfers. Wat zullen we daarvan zeggen? Het verhaal, de framing, is volstrekt in strijd met de werkelijkheid. Ja, daar danken we deze halfgraad, daar danken we de mevrouw Faber aan. Ja, want die vertelt dit verhaal met natuurlijk niet. Met de omvolking. Niet. Maar mevrouw Faber zou dus eigenlijk moeten zeggen, beste Nederlander, zorgt u nou maar dat u meer kinderen krijgt, want dan hoeven wij de mensen uit het buitenland niet te halen. Ja. Nou, is natuurlijk, ten eerste zal het je niet lukken om Nederlanders meer kinderen te krijgen. Alle
bekende maatregelen om mensen te dwingen. Of te dwingen uit te nodigen meer kinderen te krijgen. Die blijken absoluut niet te werken. Hebben we daar dan moeite voor gedaan? Als je, nu begint met meer kinderen te krijgen. Heb je pas over 20 jaar natuurlijk. Heb je de gewenste arbeidskracht. Ja, nou, 20 met ons opleidingsniveau. Reken maar rustig 25 jaar. Ja, maar goed, we krijgen ook meer ouderen. Dus je zult wel iets moeten doen. Dus het is meer helemaal... ouderen. Er wordt dan gesproken van de tweede vergrijzing. Ja. Een normale vergrijzing is dat je dus van 65 tot 80. En ik hoor tot de tweede vergrijzing. Ja, ja. Waarbij toch wel de suggestie, de onderliggende suggestie is van... Ja, daar hadden we nou niet op gerekend. Al die mensen die 80 worden. Ik bedoel, dat is toch helemaal niet nodig. Daar hebben dom. We toch helemaal niks aan. Het is toch dom als je dat zegt. Dat heb je, dan kun je toch, in die grafiekjes wordt het zo duidelijk altijd iedere keer uitgerekend en laten zien. Ja. Bovenkant heel dun, onderkant... De tweede vergrijzing, ja. Maar de ondertoon is toch... Ja, dat hadden we nou niet afgesproken. Hè. Kunnen die mensen gewoon niet op een beschaafde wijze doodgaan? Of bijvoorbeeld, kunnen die niet meereizen als we die asielzoekers in Albanië gaan stallen? Is het dan niet fijn dat Maar we dan ook... is wel een interessante vraag. Kunnen we ons minder economische groei permitteren? Want we hebben natuurlijk wel... Nee, dat kunnen we eigenlijk natuurlijk niet. Want we hebben de hele zaak erop ingericht... We hebben bovendien natuurlijk voor de energietransitie en andere zaken hebben we ook nog een hoop geld nodig. We moeten 100.000 woningen bouwen, het zit er helemaal niet in. We bouwen ongeveer de helft, geloof ik. Nee, dus er zijn urgente programmapunten, maar zoals we al eerder hebben geconstateerd. De werkelijke crises worden door deze regering niet aangepakt. Nee, dus minder migranten en ook minder kinderen die hier geboren worden, dat is geen optie. Want dan loopt alles vast en dan kunnen we dus onze verplicht... Nee, we zullen ons moeten schikken naar een Europese arbeidsmarkt. Ik ga nog een stap verder. Je zit natuurlijk ook op zelfs in Europa misschien tenslotte met een gespannen arbeidsmarkt. Want ook in Polen bijvoorbeeld importeren ze, als ik het allemaal goed begrepen heb, mensen uit de Oekraïne, zoals wij Polen hier importeren. Maar volgens mij kan iedereen die iets doet in de bouw. Wie vertelde mij nog? Nou, dat vrijwel afgezien van de uitvoerders en de toezichthouders, is iedereen in de bouw is een arbeidsmigrant. Ja, want wij willen zelf niet meer de muurtjes met z'n. Deze hele regering is gebaseerd op framing en op een volstrekt onjuist beeld van wat Nederland eigenlijk is. Want die 14.000 asielzoekers, het schijnt al dat dit jaar een stuk meer te worden, maar dat is niet het hoofdprobleem. Sterker nog, misschien zou je die asielzoekers eens wat kunnen schiften en erop sneller inzetten op de arbeidsmarkt. We hebben gezien dat met die Oekraïners prima verlopen is. Ja. Waarvan natuurlijk ook, ik ben ervan overtuigd dat een deel van de Oekraïners ook niet meer terug zal gaan. Nee, want daar moet je ze dus wel vandaan halen. Want Chinezen, die zijn waarschijnlijk te hoog opgeleid om hier dit soort werkzaamheden te gaan doen. Chinezen, er zijn wel veel Chinezen. Ja. Maar die Chinezen zelf lopen natuurlijk ook gezien de krimp van hun bevolking, die is fors, ook tegen alle mogelijke demografische problemen aan. Nee, maar goed, als je daar weg wil. Zou misschien Indiërs, dat zou misschien nog wat zijn. En mensen uit Afrika. Die overigens ook heel hoog opgeleid zijn. Mensen uit Afrika, wellicht dat daar nog mensen zijn die zeggen van oké, wij willen de werkzaamheden rondom de bouw en ja, dat soort dingen. Ja, maar dat doen. Willen veel Nederlanders niet. Dat is het probleem. Want ja, die mensen uit Afrika, die zijn zwart. Of bruin, of lichtbruin. Of van en wat wil je daarmee zeggen? Die willen we niet onze muur laten die willen we helemaal niet. Laten we nou eerlijk zijn. Natuurlijk een groot deel van het verzet tegen immigranten is gewoon puur racisme, toch? Kijk naar de PVV, een puur racistische partij. Maar goed, als we zelf onze muurtjes niet meer willen metselen en de huizen willen bouwen. Ja, dat is een probleem. Wat ik zeg, het is geframed. En natuurlijk, dat heeft politiek verstrekkende effecten gehad. Dank u wel, meneer Brekelmans, en nog gefeliciteerd met uw ministerschap. Dat vind ik wel fijn. Ik zou zeggen, als u daar nou eens iets beter over nadenkt dan over de Nederlandse politiek, dan zou u het misschien nog ver kunnen brengen. Hier staat de Faber. Wie weet. Faber protesteerde in 2017 samen met Wilders en ook Marcus Sauer en enkele anderen voor het stadhuis in Arnhem tegen de benoeming van de in Marokko geboren Marcouch als burgemeester. Dat is toch van een onbeschrijfelijke, misselijke kloterigheid waar je u tegen zegt. Geen Arnhemmies dan. We raken ons land kwijt, liepen ze daar. Ja, sorry. Ja, er lopen net mensen langs die denken dat je ze uitlacht. Maar het ging om de uitspraak, neem ik aan, die ze hebben bezig hadden daar. Ja, precies. Wat zijn die Arnhemstam? Ja, Arnhemstam. Ja ze zijn wel creatief altijd. Mag ik opwijzen dat de nu daar genoemde personen dus allemaal
of nu een centrale politieke positie in Nederland hebben, of zelfs minister worden. Nou goed, Marcus Zo heeft dat dan niet gehaald. Mag hij wel in de Kamer blijven, vind jij? Ja, van mij mag hij in de Kamer, ja, ik weet niet. Ik neem aan dat de AIVD er wel op let dat mensen die in de Kamer zitten, met name ook in die commissies waar ze werkelijk belangrijke dingen horen, dat die wel gecheckt worden, ja. Of dat ook gebeurt, weet ik niet, maar ik denk het wel. Tijdens de algemene beschouwingen van 2020 verklaarde Faber dat er een agenda uitgerold wordt van omvolking. Dat is waar we het net over hadden. Ja, precies. Ja, premier Rutte, die wees er vervolgens op dat de term voortkomt uit de nazi-ideologie. Ja. Ja, Omtzigt heeft nu gezegd dat ze dat niet meer mag zeggen, die omvolking. En daar heeft zij van ook gezegd van oké, ik ga me netjes houden aan alles wat is afgesproken. Ja, natuurlijk heeft ze dat gezegd. Ja. Ja, het ligt wel voor de hand dat ze niet zegt, ja, wacht nou eens even, het is echt waar. Ja, dus waar mag ik het eigenlijk niet zeggen, als het echt waar is. Ja. Het is natuurlijk wel een enorm risico voor Wilders. Hè? De vraag is natuurlijk in hoeverre heeft hij controle op deze... Iedereen die hij benoemd heeft, is tot nu toe een groot risico gebleken. Ja, maar hij staat bekend omdat hij aan de touwtjes trekt en dat dit ook een vertrouweling van hem is. Dus je zou zeggen... Zeker. Even kijken, Barry Matlener, minister Infrastructuur en Waterstaat. Is ook een PVV'er. Ja, moet je daarvan zeggen. Het schijnt dat die portefeuilles... Moet ik dat even dicht doen voor je? Is nou, het... het valt wel mee. Oh, dan laten we het open. Nee, toch niet. Doe het maar even. Het regent weer eens een keer. Ja. Wacht even. Ik hoorde wel dat het heel goed is voor de natuur. Dat de natuur het echt nodig heeft, deze regen. Oh, daar staat het. Mag ik eventjes voor de mensen die denken, wat hoor ik nou? Het is de regen op het dak. Van de kleine nadelen wanneer je in een auto zit en... Ja, het tikkelt nou gewoon op het dak. Kijk eens, het is ook maar heel kort durend waarschijnlijk. Je kunt zo de raampjes weer openzetten. Ja, omdat natuurlijk mensen die bij de minister van Infrastructuur zit regelmatig voor de camera's. Hè, want die mag dan zeggen dat ze een strook erbij gebouwd hebben. Of iets heel nieuws hebben uitgevonden waardoor je wel kunt doorrijden. Mag ik daar ook nog eens op wijzen? Dat doet mij... Ik weet dat het flauw is. Ik heb het al meerdere malen gezegd. Nou zijn we in de COVID-tijd verveeld, ook door de deftige kranten met lange, lange stukken, prachtige beschouwingen over dat alles anders zou worden. We zouden terechtkomen na COVID in een heel nieuw type samenleving. Een samenleving namelijk waarbij iedereen die dat kon thuis zou gaan zitten werken, waardoor we helemaal geen files meer zouden hebben. Het zou klaar zijn met de files. Hoe het mogelijk is, weet je niet. Maar we hebben meer last van files dan ooit eerder in Nederland. Het is een ramp op de weg. Gewoontedieren zijn we, ben ik bang. Nou, ik weet niet wat het is, maar ik wil maar zeggen... ook allemaal van die pretentieuze lulkoek over dingen die helemaal gaan veranderen. Nee, dat gaat allemaal helemaal niet veranderen. Arbeidsmigratie gaat niet veranderen. Dat blijft gewoon wat het is. Ja, maar je zou kunnen zeggen, het is toch lekker dat je thuis eventjes begint en dat je dan na de files naar je werk gaat. Maar blijkbaar vinden heel veel mensen... dat mensen dan wel de maandag, geloof ik, en de vrijdag... Ja, dan is het rustig. ...erbij trekken. Zo, Kes, het is wel serieus werk. En nog iemand anders die ik op het lijstje zie staan. David van Weel, die ken je nog als de NAVO-man. Minister van Justitie en Veiligheid. Die zat toen bij Op 1. Was die het? Die had goede contacten daar in de top van de NAVO. Ja. Want Kokkelman was er zo diep van onder de indruk... dat mijn tijd zoals gewoonlijk weer beknibbeld werd. Ja, Nederlandse militair en diplomaat. Waardoor iedereen enorm verontwaardigd was dat ik iedereen in de reden viel. Zoals ik nu jou ook in de reden viel. Dat maakt niks uit. Assistant Security General Emerging Security Challenges bij de NAVO. Dat is een titel. Nou ja, god, dat is kennelijk iemand die van wanten weet. Ik bedoel die van de rok en de... Hoe heet het ook alweer? De rok en de rand? Nee, de jurk en de rand. Nou, in ieder geval weet hij van een rand.